Reg, waar staan we op dit moment? Wel een heel bijzondere plaats en een vaak vergeten plaats hier in net het noorden van Bastogne. Hmm. Tussen het Marlasson zitten en het dorpje Béjory. Het veld achter ons hier was ooit een landingsbaan voor vliegtuigjes die in gebruik is genomen door de Duitsers. Okay. Van 1940 tot september 1944. En een speciaal evenement is hier georganiseerd geweest op 17 mei 1940. Oh. En op die dag op 17 mei is Adolf Hitler op bezoek gekomen en hij is met zijn junkers geland hier in het veld achter ons. Hm. Is hier een grote Mercedes paradewagen gestapt en een tour in het centrum van Bastogne gedaan. Zo. Bezoekje gebracht in het hoofdkwartier van Roentschet, vooral wat handjes schudden, dag en op de foto. En dan weer als een prins carnaval. Ja. Rechtop stand in de wagen, door de menigte. En propaganda. In het centrum. Ja, een heel mooi Maar we praten over 1940. 1940, dus het heeft niks met de Battle of the Bulge te maken. Het is een heel een begin van de bezetting van België. Ja, ja, duidelijk. Want vanuit België zijn ze natuurlijk doorgestoten naar Frankrijk in feite dan. Bijzonder. Wat een strip moet dat zijn geweest. Want we praten eigenlijk over een strip misschien wel van een paar honderd meter. Ja, het is wel een beetje verder achter ons waar het wat meer uitgevlakt is. Ook waar de Maya staat misschien nog een stuk. Ja. Dus voornamelijk voor het kleinere vliegtuig, kan ik me voorstellen dat niet van die grote... Het was gewoon een kleine landingsbaan, opstijgbaan. Ja. Maar prachtige plek. Volgens mij zelfs nog niet verhard. Dus, kan je nagaan. Ja. Mooi. We gaan door.